We hebben hier een burgerinitiatief, het dorpshuis Fort Vreeswijk. En dat is eigenlijk ontstaan door een beleidswijziging van de gemeente, waardoor de welzijnsorganisatie Movactor een aantal buurthuizen moest gaan sluiten. Het wijkplatform hier in Vreeswijk vond dat dit buurthuis toch open moest blijven, een plek voor de wijk. Heeft een grote bijeenkomst georganiseerd voor de wijkbewoners, die zijn daarin gehoord. En die vonden ook dat het open moest blijven. En een aantal wijkbewoners hebben zich toen opgeworpen om met elkaar de schouders eronder te zetten. En te zorgen dat het buurthuis open bleef. Er zijn twee pijlers waar we ons op richten. Allereerst natuurlijk het zorg- en welzijnsconcept. Dat is ook het eerste in ontwikkeling geweest. En ook heel erg belangrijk voor de buurt. Maar daarnaast willen we het fort als onderdeel van de Hollandse Waterlinie ook echt op de kaart gaan zetten. En hier ook wat meer cultuur en toeristische attracties en activiteiten gaan ontplooien. De functie van dit dorpshuis is dat we hier zorg en welzijn dichtbij hebben in de wijk. Zodat de wijkbewoners het makkelijk kunnen bereiken. Er wonen hier nogal wat ouderen in deze wijk. En voor hen is het buurtplein Zuid toch eigenlijk letterlijk een paar bruggen te ver. Dus op deze manier kunnen ze toch gebruik maken van gezondheidszorg dichtbij de huisarts die hier zit. En van allerlei activiteiten die hier door de vrijwilligers georganiseerd worden. Ja, wat kunnen de Vreeswijkers hier zoal doen? Er zijn heel veel activiteiten. Er zijn sportactiviteiten in de vorm van yoga, meer bewegen voor ouderen. Er zijn diverse eetactiviteiten. We hebben al 25 jaar lang een eetcafé hier op de donderdagavond. Er zijn sinds vorig jaar twee lunchcafés op de dinsdag en op de vrijdag. Er zijn creatieve groepen, koersbalgroepen. En wijkbewoners en ook anderen kunnen hier eventueel ruimtes huren voor een vergadering of voor een klein feestje. Ja, eigenlijk is het te veel om op te noemen. Nou, aan verbouwing gaat er hier gebeuren dat het beter geïsoleerd gaat worden, minder stookkosten. Het geluid gaat beter geïsoleerd worden. Dat is voor de huisarts, waar nu nog te veel overlast is van de andere activiteiten die hier in het dorpshuis plaatsvinden. Een aantal ruimtes worden anders ingedeeld. De keuken krijgt een andere plek. Er komt een hele nieuwe toiletgroep die ook heel hard aan vervanging toe is. En we willen het ook beter toegankelijk maken voor alle doelgroepen, ook voor minder valide. En we hopen dus ook op een liftje naar de zolder, die dus nu voor heel veel mensen niet bereikbaar is. Nou, dit dorpshuis heeft een enorme verbindende factor in de wijk. Heel veel mensen kunnen elkaar ontmoeten. We organiseren sinds een jaar ook weer kinderactiviteiten. En hopen op die manier de doelgroep van de dertigers, veertigers ook weer op het dorpshuis binnen te krijgen. Want dat is een groep die een lange tijd onderbelicht is geweest.